Ja, goedemiddag, welkom bij de podcast van De Aandeelhouder. Vandaag hebben we een speciale gast, Koen Slippens, CEO van Sligro, Slippens Groothandel. Welkom Koen, leuk dat je tijd wilde vrijmaken voor ons. Het is al een tijdje geleden dat we met je gesproken hebben. Ik ben volgens mij een jaar of drie geleden zijn we een keer bij je op bezoek geweest in altijd mooie Veghel. Hoe is het? Dus ja, goed om je weer te spreken. Roerige tijden geweest natuurlijk voor Sligro. Ik zag toevallig dat jullie net de rechtszaak met Jumbo, die is afgewerkt. En die hebben jullie gewonnen. Ja. Ja. Dat is helemaal afgelopen nu. Niks geen... want het zijn ook jullie buren natuurlijk daar. Is dat allemaal ook... Nee, dat is... kijk, wij hebben daar vanaf dag 1 gezegd dat wij ons totaal niet herkenden in hetgeen er gemeld werd. En zijn in die zin ook vol vertrouwen die zaak aangegaan. En het is natuurlijk allemaal zonde van je tijd en van de centen. Ja. Het schiet er niks meer op. Dus dan is het ook goed dat het afgelopen is. Een hele duidelijke uitspraak. En inderdaad is de beroepstermijn inmiddels verlopen. Dus case closed. Mooi, hartstikke mooi. Over van de dag. Ja, ja. Laten we even iets teruggaan in de tijd. Want... De corona is een heftige tijd geweest, maar zeker voor jullie. Ja. Omdat jullie natuurlijk behoorlijk, laten we zeggen, mitsgeefs getroffen waren. Hoe heb je dat ervaren, die tijd? Ja, dat is wel... kijk, ik mag inmiddels ook al wel een paar jaar meedraaien in ons vak, in ons mooie vak. Maar we hebben natuurlijk met z'n allen nog nooit meegemaakt dat je in 12 uur tijd de helft van je omzet kwijt bent. Want dat is eigenlijk wat er gebeurt. En wij zijn natuurlijk een business met een behoorlijke... vaste kostenstructuur, hè, een hele logistieke infrastructuur, een groot IT-netwerk. Dan raak je dat vol. Het raakt vooral onze klanten ook vol, laat dat ook helder zijn. Dus dat had heel veel impact. En dan leer je enorm wat kosten saneren is. En dan prijs je denk ik heel gelukkig dat je een heel sterk team hebt met heel veel daadkracht, heel veel flexibiliteit, ondernemerschap. Want dat zijn de ingrediënten die je op dat moment nodig hebt. Ik vind het wel heel mooi dat we tegelijkertijd ook dat op een hele chique manier hebben kunnen doen. Naar onze leveranciers, iedere leverancier is hier altijd op tijd betaald. Naar onze klanten die we wat extra financieringsruimte konden bieden. En onze medewerkers, we hebben NOE ontvangen, maar dat hebben we ook echt gebruikt waar het voor nodig was. Dus alle mensen in vaste dienst aan boord houden. Flexkracht hebben we natuurlijk heel snel afgebouwd. Dus ik denk dat we eigenlijk met een heel zuiver gevoel terug kunnen kijken naar die periode. En je hebt echt wel geleerd om het boel strak te zetten. Dat garandeer ik je. Nou, nu zag ik de jaarcijfers onlangs en jullie tweede half jaar. De afgelopen jaar was eigenlijk heel erg goed omdat de boel heel erg hard op gang kwam. Ben je dan in één keer weer up and running, zeg maar? Kost dat ook weer veel extra energie of mankracht of geld om weer de boel snel op poten te zetten als het zo hard gaat? Ik denk dat het goede nieuws is dat we gezien hebben dat als het weer mag, ook vandaag de dag met alle zorgen over Oekraïne en dergelijke, maar als het weer mag, dan wil de consument in Nederland en in België zo graag die horeca weer in. Dat is echt spectaculair hoe snel die markt zich herstelt. De keerzijde daar. Heeft dat je verbaasd? Ja, het tempo waarin het dan omslaat, heeft ons wel verbaasd. Ja, dat gaat wel echt heel hard. De keerzijde is dat afbouwen heel pijnlijk is, maar opbouwen heel moeilijk. Omdat niet alleen jij hebt afgebouwd, maar ook jouw leveranciers. Je logistieke leveranciers, je Euroflex-krachten, dus de collega's uit Polen, Oekraïne en Roemenië en dergelijke. Je goederenleveranciers, iedereen heeft afgebouwd, dus die supply chain was zo van slag dat we echt wel zwarte sneeuw gezien hebben, net als al onze concurrenten en onze klanten, om dat weer op de rit te krijgen. En dat is ook de reden dat we eind afgelopen jaar echt heel bewust besloten hebben om niet zo hard op de rem te trappen als mogelijk was en als we de vorige keer hebben gedaan. Bewust hoge voorraden aangehouden, zie je ook op onze balans. Meer capaciteit, zowel Euroflex als transportcapaciteit aangehouden. En dan is het natuurlijk heel fijn dat het eigenlijk dit jaar eerder uit lockdown komt dan wij verwacht hadden. Want wij hadden echt gedacht dat het wel 2 maanden later zou zijn gebeurd. Want die capaciteit die je aanhoudt is natuurlijk wel een kostenplaatje.
Ja, dat hebben we wel geleerd. En dat zien we nu ook, dat we nu veel gemakkelijker opstarten. En eigenlijk gewoon prima service kunnen verlenen aan onze klanten. Ten opzichte van vorig jaar. Ja, nu zeggen ze wel eens van, if it doesn't kill you, it makes you stronger. Hè? Als je nu zeg maar 2 jaar later kijkt, ben je dan sterker eruit gekomen? Ik las dat jullie marktaandeel hebben gewonnen. Is dat zo? Ben je nu zeg maar op zich sterker dan toen? Of is dat wat je nu ziet? Ja, ik denk dat we er sterker uitgekomen zijn. We hebben als teams, hè, want we hebben echt, nou, samen sterker is hier een van de kernwaarden. Wij zijn hier 2 jaar samen sterker geweest, hè, alle kanten op. En dat is echt niet alleen binnen een directieteam, maar juist al onze collega's. Iedereen heeft zijn bijdrage gedaan, buitendienstmensen die in productiebedrijven stonden te werken, want daar was wel nog werk, weet je, dat soort dingen. We hebben echt samen die kaart getrokken. We hebben kostentechnisch de boel echt goed recht kunnen zetten. We worden natuurlijk nu geconfronteerd met alle inflatie even, hè, maar onderliggend denk ik dat we hem goed recht hebben gezet. En we hebben door de crisis heen, je moet dat niet van jaar op jaar, want daar zitten heel veel mixeffecten in, maar door de crisis heen denk ik ook onze marktpositie verstevigd. En je weet niet wat er nu allemaal in de markt om je heen gaat gebeuren, maar wij zijn wel klaar om er weer vol voor te gaan, laat ik het zo zeggen. Ja. Nu hebben jullie kort voor die crisis hebben jullie heel veel geld uitgekeerd, hè? Omdat je natuurlijk de winkels had verkocht, MT-winkels aan de Jumbo en de Coop. Heb je op enig moment spijt gehad van, niet zozeer van die winkels, maar van het uitkeren van het geld, omdat is het bedrijf ergens in financiële moeilijkheden gekomen, of ben je er eigenlijk goed, wat dat betreft, goed doorheen gevaren? Ik denk dat we er heel goed doorheen gevaren zijn. De crisis raakte ons wel op het meest zwakke punt in onze financiering. En dat had niet zozeer met het uitkeren van het superdividend, zal ik maar even zeggen, te maken. Ja. Maar wij stonden aan de vooravond van starten met de SAP. Bouwen en implementatie, dat is een forse kostenpost. En we hadden voor het Heineken partnership net heel fors. Is het echt wel 100 miljoen plus in onze logistieke infrastructuur geïnvesteerd. Met het plan, hè. We zijn er van 13 DC's van Heineken en 10 van ons, dus 23 samen teruggegaan weer naar 10. Maar dat waren wel voor 80% anderen, hè, op andere plaatsen, groter. En dat zouden we in een sale and lease back in hoge mate weer afstoten. Maar dat moest wel gebeuren aan het begin van die COVID-crisis. Dat hebben we overigens heel goed kunnen doen. En ook de druk die erop stond heeft ons geen problemen opgeleverd in dat kader. Dus we stonden financieel wel wat minder stevig dan wij normaal staan. Mm-hmm. En wij hadden vanzelfsprekend dit niet aanzien komen. Nou, dat gezegd hebben, dan zijn we er heel goed doorheen geweest. Zijn we op de meetmomenten nooit boven onze ratio's uitgekomen. Tussenliggend wel. En we hebben ook eigenlijk, wat we ook echt geleerd hebben, is heel goed en intens communiceren. Met alle stakeholders, met je klanten, met je mensen, maar ook met de financiële markt, met je aandeelhouders, maar zeker ook met de banken. Dus dat heeft Rob van der Sluis, onze CFO, denk ik, ongelooflijk knap gedaan. Waardoor we continu in heel open en transparant met elkaar in gesprek waren. Zij ook nooit verrast werden. En dus ook echt volop ruimte hadden om door die ratio's heen te gaan als dat nodig was. Het is natuurlijk wel heel erg lekker als dat uiteindelijk dan allemaal vangnetten waren die we niet nodig hadden. Nu kwam op een gegeven moment de koers door op, ik heb het even opgezocht, de laagste koers, €11,62, Koen. Je bent natuurlijk de vooruitgeschoven post van de familie, zou ik maar zeggen. Wordt de familie dan ook een beetje zenuwachtig met de kerst? Of je laat ze je gewoon gaan en denken van, het komt allemaal goed? Dat tweede. Okay, dat geldt prima. Alleen, nou, als ze het altijd zo dachten, maar we hebben ook daardoor, ook denk ik wel door heel goed te communiceren. Maar ook, kijk, als je iets leert, dan is het dat lange termijn samenwerkingsverbanden, of het nou met leveranciers is, met banken, met de vastgoedmarkt, wat ik je net noemde, met klanten, met wat dan ook, dat loont. En dat geldt zeker ook voor aandeelhouders. Onze aandeelhouders hebben ook op alle aandeelhoudersvergaderingen ons volledig gesteund op het dividendbeleid. Waarbij we de eerste keer nog de keuze hadden. Daarna hadden we vanuit NOW natuurlijk geen keuze. Maar de eerste keer hebben wij op eigen initiatief afgezien van dividend. Dat was eigenlijk het slotdividend over 2019.
Nou, en ik heb wel eens van aandeelhouders gehoord die zeiden, als jullie voorgesteld hadden om dividend uit te keren, dan hadden we tegengestemd. Want je moet nu de centen gewoon in de tent houden en goed door deze crisis heen leiden. En dat is precies wat we hebben gedaan. Ja, dat is ook logisch, dat hoor je all over the place trouwens. Heel veel lange termijn aandeelhouders die willen gewoon dat zo'n bedrijf overleeft. En dat dividend, dat komt later dan wel weer. Ja, en het is natuurlijk ook zo, Nico, dat... kijk, er is niks met Sliro aan de hand in zo'n periode. Hè? Er is iets met die markt aan de hand. En ik denk dat iedereen toch wel het gevoel had dat dit een tijdelijke crisis was. En of dat dan 1, 2, 3 of 4 jaar duurde, dat weten we niet. Maar hier kom je met elkaar uit. Dus dat zegt eigenlijk niks over de kwaliteit en de stevigheid van het bedrijf. En wij hebben eigenlijk, en dat was denk ik wel mooi vanaf, we hadden vrij snel in de gaten dat op basis van ons ingrijpen, en dat was wel echt pittig ingrijpen hoor, maar op basis van dat ingrijpen konden wij het EBIT neutraal tot licht positief krijgen. Ja, dan kun je het natuurlijk heel lang volhouden, want dan ben je, dan heb je geen negatieve cashflow en dan kun je het lang uitzingen. Dus dat gaf ons ook wel rust. Ja, oké, prima. Nou, laten we kijken naar de toekomst. We hadden het net al even over de Heineken deal. Kan jij in kort uitleggen wat die deal precies inhield? Die is nu, volgens mij, die loopt nu, die is geïmplementeerd. Ja, volledig operationeel. Wij hebben een strategisch partnership met Heineken gesloten. Dat partnership duurt minimaal 15 jaar, waar we er nu 3 van gehad hebben. Hopelijk duurt het veel langer en ik verwacht ook dat het veel langer duurt. Maar dit is de contractperiode die we hebben. Waarbij wij de volledige route to market verzorgen voor het fusbier van Heineken. Dus niet het tankbier, maar het fusbier. En om dat ook heel zuiver te maken, hebben wij onze bezorgomzet, niet de zelfverdiening, maar de bezorgomzet en bier, aan Heineken verkocht. Dus wij, als wij bezorgen, dan doen we dat altijd uit naam van Heineken als het over bier gaat. En voor onszelf, dan loop je niet allebei te concurreren bij een klant. Dat is gewoon heel zuiver. Mm-hmm. En we hebben de overige drankenhandel van Heineken gekocht. Dus Heineken leverde zelf bier, maar ook koffie, frisdrank, wijn, gedistilleerd. Dat hebben we allemaal gekocht. En dat is een heel complex verhaal. Maar het betekent gewoon dat iedere horecaklant die een fusje bier van Heineken bestelt, of het nou een klant van Sligro is voor het overige pakket of niet, die doet dat inmiddels in onze portal, op ons bestelsysteem. En proberen wij natuurlijk op dat moment ook te verleiden met allerlei andere goederen die wij uit onze eigen business leveren. En wij brengen daar netjes uit naam van Heineken het bier naartoe. En liefst uit naam van onszelf ook zoveel mogelijk andere goederen. En dat is het voor Heineken, denk ik, maar dat moeten ze zelf maar zeggen. Ze hebben daarmee hun hele logistiek uitbesteed aan ons. Voor ons betekende dat een hele forse vergroting van onze logistieke footprint. Die telt niet als omzet, want die omzet telt bij Heineken, maar in je logistieke volume zit hij er natuurlijk wel in. Daarom ook al die investeringen in die panden. Gelegenheid om een heel mooi, nieuw en veel beter distributienet neer te leggen. Daar gaan wij nooit veel geld aan verdienen, aan die omzet van Heineken, maar wel aan de efficiëntie van het hele distributienet. En wat het allermooiste is, wij proberen natuurlijk al die klanten waar we nu toch voor het bier komen, ook te voorzien van allerlei andere goederen. En dat is een hele aantrekkelijke voor ons. En dat gaat ongeveer over 14.000 klanten waar Heineken kwam en die nog geen klant waren bij ons. Als je daar een groot deel van kunt vullen met allerlei overige goederen, dat is natuurlijk heel erg interessant. Ja, dus je krijgt zeg maar een klantenbestand erbij en die lever je Heineken bier, maar daarnaast kun je er ook met je vrachtwagen langs, dus je kan ook je andere spullen daar, die kan je daar kwijt. Ja. En voor die klanten is het wellicht interessant om juist dan bij jullie spullen te komen, dat ze dan één leverancier hebben in plaats van 3 of 4. De klant heeft 1 order, dus die kan in 1 bestelsysteem zijn order plaatsen, die krijgt 1 vrachtwagen aan de deur, namelijk die van ons, waar ook het bier in zit, en die krijgt 1 gezamenlijke factuur van Heineken en Sligro samen. Die wij aan de achterkant weer opsplitsen in 2 stromen. Nou, dat was een enorm programma. Daar hebben we 3 jaar heel hard aan gewerkt. Dat betekent 2 IT-systemen van 2 grote bedrijven op elkaar aansluiten. Maar ook iets simpels als een nieuw bankrekeningnummer. Wat je dan samen hebt vanuit die ene nieuwe factuur. We praten over 40.000 klanten. Dus je moet 40.000 klanten wel even uit gaan leggen dat je een nieuw bankrekeningnummer hebt. Een nieuwe automatische incasso hebt. Nou, je zult wel snappen dat wij zelden gelijke betalingstermijnen hadden. Dus dat moest je ook samen weer mergen. Dus we hebben een grote klus. En dat misschien
Nou was het wel een klein gelukje bij een ongeluk dat we daar in COVID-tijd natuurlijk best veel tijd voor hadden. Ja, inderdaad. Okay. En zie je nu, ik weet niet hoe ver het al is, maar kan je nu al de revenue daarvan zien? Dat je ziet dat bijvoorbeeld de klanten, die klanten meer bij jullie bestellen of ook andere zaken afnemen? Ja, we zien de eerste signalen van het percentage waarin we erin slagen om naast de bierleveringen ook andere pakketten van ons te gaan leveren. En nou, daar hadden we natuurlijk inschattingen gemaakt voor de business case toen we hier aan begonnen. En dat ziet er hartstikke interessant uit waar we nu staan. Hè. Dus we zijn in staat om in een hoger percentage dan wat we destijds verwacht hadden, die upsell te doen. Dat is natuurlijk ook het eerste, het laaghangende fruit, daar moet je ook reëel in zijn. Ja. Maar we worden daar absoluut al bevestigd in de aannames van de business case. Oké, dus en, met nog 12 jaar te gaan is het daar een hoop upsell. En dat was ook de insteek. We hebben gezegd, we willen een lange termijn met elkaar hebben om dit waar te maken. Want dan kun je er ook serieus op investeren om een state-of-the-art distributienetwerk daarvoor te gaan bouwen. Dan moet je ook de tijd hebben om dat terug te verdienen. En die keuze hebben we samen gemaakt. Maar het is natuurlijk best een ding voor Heineken om zijn volledige route te leggen. En ja, ik ben er ook wel trots op dat we dat samen waar hebben kunnen maken. Het zijn toch twee grote partijen die elkaar hier de hand geven. En nou, volgens mij bevalt het ons beide prima. Oké, mooi. Is die deal alleen voor Nederland of ja. Mag je ook met die deal mee naar België? Nee, de deal is alleen voor Nederland en hij is echt wel uniek, maar hij werkt ook zo goed omdat er twee marktleiders zijn die dit doen. Mm-hmm. En de realiteit is dat we dat beide in België nog niet of niet zijn. Hè. In België is InBev natuurlijk op biergebied de marktleider en onze marktpositie in België we zitten daar samen met een paar anderen in de top 5. Maar in Nederland hebben we natuurlijk wel een behoorlijke afstand ten opzichte van de nummer 2 en 3. Dat die situatie is in België nog niet. Nu we het toch over België hebben, Koen. Dat is natuurlijk jullie. Ja, jullie zitten in Brabant, dus België is net zo ver weg als waar ik vandaan kom, zeg maar. Dus een hele logische manier om te groeien. Hoe gaat het daar? Jullie werden nogal een beetje tegengewerkt, begreep ik, in Antwerpen een aantal jaren geleden. Hoe staat het er nu voor? Nou, die gezonde concurrentiestrijd, zo kan je het ook noemen. Die is eeuwigdurend, laat ik het zo maar zeggen. Nou, in België zijn we, daar worden we natuurlijk ook volledig door COVID de afgelopen jaren ondermijnd. Hè. Maar daar zien we eigenlijk een mooie onderliggende groei naar een duurzame winstgevendheid. Daar zijn we nog niet en daar hadden we wel al willen zijn, laat dat ook duidelijk zijn. En dat is deels COVID, maar echt niet alleen COVID. Wat wij heel mooi vinden is dat we eigenlijk op dit moment al onze operaties in België positief hebben draaien. We hebben ook een grote infrastructuur neergelegd, overhead, IT-platform. En we hebben nog niet genoeg omzet om dat dan ook al terug te verdienen. Toch denk ik dat je het zo moet doen, want onze ambities zijn daar om verder te groeien. Dan moet je daar ook de infrastructuur op opbouwen. Ja, en dan moeten wij, zoals wij dat zelf noemen, eruit groeien. En dat is dan ook ons doel voor de komende jaren. Dat kan deels via acquisities, dat kan deels ook via autonome groei. En daar zien we eigenlijk vooral de bezorgomzet ook heel erg kansrijk. Je ziet in België dat je toch wel steeds meer klanten krijgt die kiezen voor de wat professionelere aanpak. Met een goede structuur daaronder, alles netjes op factuur, alles strak georganiseerd. Nou, dat is onze stijl. En dat zijn klanten waarbij we gewoon zien dat wij een aantrekkelijke propositie kunnen bieden. Ja. Zit de horeca daar anders in elkaar dan hier? Is het meer gefragmenteerd in België? Of bedoel minder ketens waar je dan zaken mee doet? Of? Nee, dat valt wel. Ik denk dat er nog wel iets meer de individuele restaurants zijn denk ik nog iets groter. Maar je hebt ook al heel veel ketens in België. Ik denk dat wel het groothandelslandschap heel anders in elkaar zit. Om je gevoel te geven, de top 3 van Nederland, dan heb je bijna 50% van de markt te pakken. Ja. De top 3 van België heb je 10% van de markt te pakken. Ja. En nog heel veel via retail, kleine verspartijtjes. Dus je hebt nog, het is nog een heel erg versnipperde markt. Maar dat is voor ons natuurlijk wel een aantrekkelijke markt. Goed. Ja, dus je kan eigenlijk een beetje stofzuigen en dan neem je wat partijtjes over straks. En dan groeien we zelf naar die top 3. Dat klinkt net alsof het heel erg makkelijk is, maar buy and build zou we moeten kunnen. Voor ons betekent dat eerst dat we live moeten met ons nieuwe ERP-landschap. Hè? Want dat is natuurlijk, de route in Nederland is heel erg kopen en integreren in het Sligro-net.
Nou, daar zijn we heel hard aan het werken. Dat is wel een belangrijke in België om dat inklikken te kunnen doen, zeg maar. Ja, ja. Denk je ook al aan andere landen? Weet ik veel, misschien Duitsland of het Ruhrgebied of wat dan ook, wat daar in de buurt is? Of is België nu voorlopig een hele kluif en haal je daar gewoon de eerstkomende jaren je groei vandaan? Als ik aan vakantie denk, denk ik aan allerlei landen. Zakelijk. Abroad is for holidays, hoor ik. Zakelijk hebben wij, denk ik, zoveel kansen in Nederland en België. Dat we ons daarop moeten focussen op dit moment. Dus we hebben eigenlijk voor onszelf in onze strategie 2025 gezegd, tot en met 2025 volledige focus op Nederland en België, maar ook zorgen dat je als bedrijf klaar bent om een derde land aan te kunnen. We gaan daarna pas kijken en denken aan een derde land. En met nog zoveel te winnen in Nederland en België is het ook helemaal niet slim om dat nu al te doen. Maar een derde land, moet zo'n land dan aansluiten op ons? Ik bedoel logistiek? Of zou je bijvoorbeeld gewoon in Denemarken kunnen beginnen als je daar iemand ziet? Absoluut. Nee, dat hoeft niet aan te sluiten. Ik denk dat je meer kijkt naar cultuur. Dat je kijkt naar kan de formule zoals wij hem runnen. We geloven heel erg in de combinatie van zelfverdiening en bezorging. Past dat in zo'n land? En ik zie ons in een derde land eerder naar een niet al te groot land gaan waar je vrij gemakkelijk naar een dominante positie kunt stappen. Dominant is een vervelend woord, maar naar de nummer 1, 2 of 3 positie. Dan dat je in Frankrijk of in Duitsland toetreedt, waar hele grote spelers op dat moment al actief zijn. Maar zoals ik al zei, wij zijn met alle aandacht voor Nederland en België op dit moment bezig. En doen die scan ook gewoon nog niet. Ja, alright. Goed. Nu hebben we net corona achter de rug, maar er zijn natuurlijk alweer nieuwe problemen aan de horizon, zou ik maar zeggen. Niet alleen de oorlog in Oekraïne, maar inflatie is een, denk ik wel een dingetje. We zien ook overal voedselinflatie. Hè? Hoe werkt dat precies door op Sligro? Kunnen jullie gewoon je prijzen verhogen? Of neem aan ook dat jullie maken zelf veel. Je hebt bedrijven die wild en gevogelte maken en vis, allemaal in eigen beheer toch? Hoe moet ik inflatie koppelen aan jullie bedrijf? Nou, wij worden vanzelfsprekend net als de rest van de wereld met forse inflatie geconfronteerd. We maken maar een klein beetje. De versbedrijven vooral natuurlijk ook heel veel fileren en dat soort werk. Dan heb je, de grondstoffenstijgingen raken ons ook. Nou, daar gaan wij vanzelfsprekend inkooptechnisch verstandig mee om. In de zin dat we echt wel heel erg scherp zijn dat het wel blijft kloppen. Want het is ook wel een markt waarbij het op een gegeven moment makkelijk wordt voor toeleveranciers om met een vork te schrijven, om het zo maar te zeggen. Ja. Wel op een nette manier. Dus wij vinden tegelijkertijd ook dat als prijzen enorm stijgen, je kunt niet verwachten van leveranciers dat ze dat zelf allemaal opeten. We moeten allemaal een boterham kunnen blijven verdienen. En wij kunnen het vandaag de dag goed doorrekenen in de markt. En dat heeft ook wel te maken met het feit dat voor onze klanten wij maar een beperkt deel van hun kosten zijn. Hè? Dus 100 euro uitgeven in de horeca is gemiddeld genomen 30 euro inkopen. Ja, dus dat moet je ook wel een beetje in verhouding zien. En in de horeca zit er nog enorm veel, we mogen weer, laat maar gaan. Als je iets langer kijkt, ja, dan hebben we natuurlijk ook alleen enige zorg over wat dat voor consumentenbestedingen heeft. Ik moet daar wel meteen bij zeggen, dat maakt mij toch eigenlijk wel een heel positief denkend mens over die hele ontwikkeling, dat we vandaag de dag zoveel krapte op de arbeidsmarkt hebben, dat onze klanten en daarmee ook wij bij lange na niet de omzet binnen kunnen halen die er eigenlijk is. Ik denk dat we gewoon 10-15% met elkaar missen. En als je kijkt in de horeca, zijn zaken een dag per week extra dicht. Staan terrassen lang niet vol. Dus mocht er een demping komen vanuit consumentenbestedingen op de markt, ja, dan is de eerste 10-15% die voel je eigenlijk niet. Omdat die vandaag de dag toch niet gerealiseerd kan worden. En gaat het nog verder, dan zullen wij daar uiteindelijk met z'n allen ook wel last van hebben. Ja, dat is zo. Ja, want kijk, we hebben van mij ook al zo over gehad hebben over het consumentenvertrouwen. Dat kan natuurlijk, nu zit iedereen nog, we hebben allemaal onze coronacentjes nog over. Die worden nu besteed inderdaad, dus hebben we meer geld aan kwijt. Maar wat als, stel dat het nu echt omslaat, dat we bijvoorbeeld in een recessie komen, of stagflatie hebben ze het over. Hè? Hoe is dat voor Sligro?
Dus dat je zegt van de eerste 10-15% die merk je eigenlijk niet omdat het goed is, dat het wat rustiger wordt eigenlijk. Maar is dat dan een tijdelijk effect of hoe zie je dat daarna zeg maar evolueren? Ja, ten eerste weet ik niet wat we gaan krijgen, want er zit wel, wij kijken eigenlijk altijd naar twee parameters. Dat is consumentenvertrouwen. Nou, daar ben ik het helemaal met je eens. Dat zie je in de min zitten nu. De tweede is werkloosheid. En die zit natuurlijk wel extreem laag. Die zit misschien wel te laag. Hè? Dat krapt op de arbeidsmarkt ons wakker speelt. Maar het betekent ook wel dat iedereen wel inkomen heeft. En dat vind ik wel weer een hele geruststellende gedachte op dat vlak. Ja, we hebben gezien, mensen blijven altijd eten. Maar mensen gaan wel naar, gaan natuurlijk wel wat schuiven daarin. In waar ze die bestedingen doen. Dus wij gaan, als het echt een recessie wordt, dan gaan wij dat ook merken. Maar we hebben ook in het verleden gezien dat de voeter altijd laat in gaat en vroeg weer uit. Ja, je vindt mij wel veel te negatief, begrijp ik. Ik vind helemaal niks. Ik ga er wel nog heel goed van. Ik herinner mij nog van voor de corona, toen waren je eens een keer in Amsterdam met een met de jaarcijfers al mee, dat jullie toen zeiden dat bijvoorbeeld heel moeilijk aan chauffeurs kon komen. Ja. Hoe is dat? Is dat nog steeds zo, begrijp ik uit je woorden, dat ook jullie heel moeilijk aan mensen kunnen komen? Ja, absoluut. Wij en de hele branche, en het prijst me dan gelukkig dat wij volgens mij een heel leuk bedrijf zijn om voor te werken. En daar ook, dat zal iedereen zeggen, maar we investeren daar ook heel veel in. We doen daar heel veel voor. Hè. We hebben een people-strategie. We zijn echt het beursgenoteerde familiebedrijf met alle positieve elementen uit beide werelden die daar, denken wij, bij horen. Maar desalniettemin hebben wij ook echt te maken met de krapte. En dat geldt voor chauffeurs. Maar dat geldt ook voor IT'ers, voor mensen in de data. Nou, ga zo maar door. Ja, doe je speciale dingen om mensen binnen te kunnen halen, binnen te kunnen krijgen of weet ik veel, om ze te vinden? Ja, zeker. Creativiteit op alle fronten. Maar ook mensen of dingen om mensen binnen te houden. Wat we in COVID-tijd bijvoorbeeld gedaan hebben, is dat we chauffeurs ingezet hebben op allerlei andere rollen waar ze eigenlijk veel te duur voor zijn. Om ze maar aan boord te houden, want je weet straks hoe je opstart en anders heb ik ze niet snel genoeg terug. Nou, dan ben ik heel blij dat je dat gedaan hebt. En we kijken ook natuurlijk volop naar het buitenland. En inmiddels hebben wij hier echt diverse chauffeurs uit Polen, uit Spanje, uit Portugal werken. En dan zit je een Nederlandse bijrijder naast. Je legt je klanten ook gewoon uit dat vandaag de dag toch echt het maximale is wat wij kunnen doen. En daar hebben die klanten ook gewoon begrip voor. Ja, wat betreft die distributie, heb je nou veel eigen chauffeurs of is het meer dat je, wordt dat allemaal uitbesteed tegenwoordig? Wat is nu de trend? Ja, wij werken met vandaag de dag in ieder geval met volledig uitbesteed vervoer. Dus die mensen zijn niet formeel bij ons in dienst. Maar ja, wij plaatsen ze, zei ik net al, wel op andere functies. Hè, dus ik denk dat we ons volledig gedragen alsof ze dat wel zijn. En we hebben ook een structuur waarbij wij eigenlijk wagendagen inhuren, maar hoe efficiënt we die wagen inzetten, al dat soort zaken, hoeveel dagen we die wagen in de week inzetten, is onze verantwoordelijkheid. Dus wij halen dat risico behoorlijk naar ons toe. En dat is ook het meest verstandige, denk ik, om te doen in dit soort markten. Ook met alle ontwikkelingen op e-gebied die er nou bijvoorbeeld aankomen, hè, dus op duurzaamheidsvlak om elektrisch te gaan rijden. Ja, daar pakken wij het voortouw en die chauffeurs die krijgen trainingen, die krijgen kerstpakketjes, die lopen in Sligro kleding rond. Dus die voelen zich volledig Sligro ambassadeur. Sligro. Is het zo, want nu we het toch over duurzaamheid hebben, dat die bijvoorbeeld bepaalde vrachtwagens die mogen de stad niet meer in, of die mogen Amsterdam niet meer in, hoe gaat dat voor zo'n bedrijf als jullie? Kunnen jullie die vrachtwagens allemaal elektrisch laten rijden, ook die grote? Of... Maar wij, dat doen we nog maar heel beperkt. En toch denk ik dat we een van de grootste elektrische vloten van Nederland hebben. Maar dat zegt meer over hoe groot die vloot al is. Wij zullen de komende jaren heel veel stappen gaan zetten. De grootste uitdaging daarbij is het krijgen van stroom. Dus moet je vrachtwagens bestellen en daar zit een hele lead time op. Maar wij kunnen, als wij vandaag de dag in grote steden, in de hoofdstad van Nederland, stroom aanvragen, extra stroomcapaciteit, dan duurt dat tot 2028, voordat we die hebben. En dat is wel de situatie. Dus je moet het doen met de stroom die je nu hebt, met het dak zo vol mogelijk leggen met zonnepanelen, door je zelf voorzienend bent. Nou, dat doen we natuurlijk allemaal.
Ja. Maar dat is niet genoeg om, om heel Amsterdam elektrisch te bereiden. Dus het kan helemaal niet. Nee, ik denk dat de infrastructuur nu echt de meest beperkende factor is. En dat is overigens, begrijp me niet verkeerd, wij gaan daar volle bak voor. Ja. Ik vind het ook gewoon als mensen dat we dat moeten doen. Hè? Dus niet alleen vanuit overheidsmaatregelen, maar ook gewoon, zo zitten wij in de wedstrijd. Misschien zou het nog wel iets sneller kunnen als we die belemmeringen niet hadden. Maar die hebben we natuurlijk ook met elkaar op moeten lossen. Ja. Zie je op andere gebieden ook bepaalde trends richting duurzaamheid? Bijvoorbeeld de manier van voedsel die je aanbiedt. Zeker. Is veel te doen over suiker en zo. En sturen jullie daar ook in? Of kan je daarin sturen? Of is het puur wat de klant vraagt, zeg maar? Nou, het is uiteindelijk altijd wat de klant vraagt. Maar je kunt de klant wel op zijn minst helpen bij het maken van zijn keuzes. En het goede promoten. Dat kun je wel doen. En wij volgen eigenlijk drie pijlers. Hè? De mens, het milieu en het assortiment. Nou, het milieu heb ik net even. Dat is bij ons aan de ene kant transport. Maar de grootste besparingskansen zitten bij ons in koeling. Hè? Dus we hebben heel veel koel- en vriesapparatuur. Nou, daar investeren we enorm in Brium bouwen. In maximaal isoleren in de beste zuinige apparatuur en dat soort ontwikkelingen, dagafdekkingen, al dat soort zaken. En als je het op het assortiment hebt, dan hebben wij een eigen paraplu-merk, dat heet Eerlijk en Heerlijk. En daar vallen diverse duurzaamheidskenmerken onder, dierenwelzijn, biologisch, streekproducten, al dat soort zaken. En dat is inmiddels toch een procentje of 11 van onze omzet. Die we daar al onder plaatsen. Maar we hebben bijvoorbeeld de afgelopen jaar ook de MVI-monitor, de maatschappelijk verantwoord inkopen-monitor gelanceerd. Die kunnen we nog maar beperken, die kunnen we ongeveer voor 100 klanten uitrollen. Dat gaan we nu heel veel breder trekken. Waarbij National Accounts hun eigenlijk een hele mooi dashboard hebben. Waarbij ze zien wat de CO2-consequenties van bepaalde assortimentskeuzes zijn. Dus nou, dat. Okay. Manier kun je je klanten helpen om daar het goede te doen. Maar wij geloven er wel in dat je altijd naar de klant moet blijven luisteren. Dus we moeten die klant meenemen en voortsorteren op in het maken van zijn of haar keuzes. Ja, right. Duidelijk. Even kijken, wat hebben we nog meer? Ik sprak was een aantal weken geleden met de directeur van Heijmans, Ton Hille. Ik vroeg, zit iedereen alweer op kantoor bij jullie? Zei, ja, we wachten eerst de carnaval af en dan kijken hoe we daaruit komen. Hoe is het bij jullie? Is iedereen weer volledig bezet op kantoor? Of heb je nog veel thuiswerkers? Hoe is dat eigenlijk gegaan? Wij hebben alweer veel mensen op kantoor. Iedereen is een groot woord. Ik denk ook eerlijk gezegd dat we niet meer teruggaan met z'n allen naar iedereen altijd op kantoor. Wij zijn wel voor ons bedrijf hele grote voorstanders van elkaar zien, elkaar treffen, elkaar ontmoeten, mm-hmm. samen creatief zijn, samen zaken doen, samen ondernemend zijn. Dus wij zijn echt een mensenbedrijf, een relatiesbedrijf. En dan is het wel heel fijn als je elkaar veel ziet. Nou, veel is iets anders dan altijd, hè, dan 100%. Maar wij stimuleren ook wel de mensen om naar kantoor te komen. En dat doe je vooral door het gewoon gezellig te hebben op kantoor, prettige werkomgeving te hebben. Goede faciliteiten te hebben. Dus we vinden het heel fijn dat we weer een hele grote getal elkaar hier ontmoeten. En als het parkeerterrein goed vol staat, dan voelt dat altijd voor mij goed. Maar tegelijkertijd is het ook helemaal niet erg dat je af en toe een dagje, omdat dat er even beter uitkomt, vanuit huis werkt. Nou, dus proberen daar de balans in te vinden. Oké, mooi. Nou, Koen, laatste vraag nog. Dividend. Dividend mocht je niet uitkeren, wilde je niet uitkeren. Heel logisch. De steun is nu natuurlijk afgelopen. Ik zag de schuld zag er ook heel netjes uit, hè, nu. Kan je daar iets over zeggen voor het lopende jaar? Of zeggen van, nou, we wachten eerst even gewoon de half jaar of zo. Wanneer komt er weer wat aan? Daar kan ik wel iets, maar niet te veel over zeggen. Is dat wij heel goed snappen dat wij een fonds zijn waarbij een passend dividend door onze aandeelhouders zeer gewaardeerd wordt. En het hartstikke vervelend vinden dat dat een aantal jaren niet heeft kunnen plaatsvinden. Dus zodra het kan, zullen wij dat zeker het dividendbeleid wederom op gaan pakken. Je zei overigens, de steun is natuurlijk gestopt. Het was nog mogelijk om in 22 NOW aan te vragen. Wij hebben dat niet gedaan overigens. Dus voor ons hebben de handen vrij, om het zo maar eens te zeggen. En als er rendementen daar
de gelegenheid toe bieden, zullen wij zeker weer overgaan tot het in ere herstellen van ons dividendbeleid. Mooi zo. Ik heb nog één laatste vraag. Het gaat over die. Want jullie hebben toch de. Op een gegeven moment mochten die zelfbedieningswinkels, die werden opengesteld als normale winkels, toch? Ja. Maar dat is de laatste keer, volgens mij met de laatste lockdown, is dat niet gebeurd. Klopt dat? Dat is juist. En, wat was daar de reden voor? Ja, die moet je eigenlijk niet aan mij vragen, maar aan een paar ministers. Is die bij je? Dus wij hebben dat destijds gedaan, ook op verzoek van de overheid, om spreiding te bieden aan... En veilig te kunnen winkelen, ook voor consumenten. Hè? Want als je het volume, als je de meters van alle, niet alleen van ons, maar van alle zelfbedieningsgroothandels in Nederland bij elkaar optelt, is dat ongeveer het equivalent van 800 supermarkten. Dus dat is echt wel, wel substantieel. Ik denk persoonlijk dat het heel erg verstandig was geweest als ze dat in 21 ook hadden gedaan. Maar in al haar wijsheid heeft de overheid besloten dat niet te doen. Ik begreep met kerst voor de grootste piek ooit hadden in de supermarkten. En ik dacht eigenlijk dat we met COVID probeerden pieken te voorkomen. Dus nou, je hoort al aan mij dat ik even, los van de belangen... Je dacht er anders over. Het was leuk voor ons, maar het gaf ook een hele hoop gedoe. Hè, want je krijgt... Ja. Wij zijn natuurlijk niet ingericht op consumenten en de verpakkingen openscheuren, toestand. Dus het was nou ook weer niet... Het was leuk wat extra omzet, maar en zeker in die tijd. Maar het gaf ook een hoop gedoe. Maar ik had het vooral gewoon heel verstandig gevonden. Maar men heeft anders besloten. En wij hebben in de hele COVID-tijd altijd keurig de spelregels en ook de mensen van de RIVM gevolgd. Dus toen ook. Ja, nou ja, goed. We kunnen allemaal een hoop leren nog van de COVID-tijd. En de overheid denk ik ook wat dat betreft. Dus misschien dat ze de volgende keer denk ik ook. Daar beter over denken. Koen, leuk dat je gesproken hebt. Dank je hartelijk voor je tijd. Heel graag gedaan. We gaan het morgen online zetten. En ik hoop je binnenkort weer te zien in Amsterdam hier bij de eerstvolgende jaarcijfers. Heel graag. Dank je wel. Tot ziens. Fijne avond. Ja, tot ziens daar.